Wij wilden heel graag een internetbedrijf, want dat was de manier om snel rijk te worden natuurlijk. Ik weet het echt nog goed dat we dat besluit namen. Dat hebben we nooit bekendgemaakt, maar voor veel geld, ja, dat klopt. Hoe zijn de oprichters van Young Capital, van Coolblue en van thuisbezorgd.nl ooit begonnen met hun onderneming? Maak kennis in deze 7DTV-compilatie met een hele jonge Pieter Zwart en Jitse Groen van toentertijd thuisbezorgd.nl, die de mobiel nog als zijn grootste concurrent zag. Ik ben Ronnie Overgoor van het YouTube-kanaal 7DTV en sinds 2012 publiceerden we al meer dan 1000 interviews op dit kanaal. En in de 7DTV-compilatievideo's laat ik de best of zien. Laat ik fragmenten zien uit dat waanzinnige archief met interviews. Alle links van de video's waar je zo meteen fragmenten van gaat zien, die staan onder in de beschrijving van deze video. Dus die kun je altijd terugvinden. En ben je nou zelf ondernemer of wil je ondernemer worden of vind je ondernemerschap gewoon super tof? Abonneer je dan op 7DTV met wat ik zei al meer dan 1000 interviews die er nu op staan en elke week komt er minstens één nieuwe video bij. De eerste video die ik jullie wil laten zien is een gesprek met Rogier Theeuwissen en hij was samen met twee companen de initiatiefnemer van Studentenwerk wat later uitgroeide tot het huidige Young Capital. Wat waren nou eigenlijk zijn ambities toen hij er net mee gestart was? Toenmalig collega-interviewer op 7DTV, Karin Huslagen, vroeg het aan Rogier in dit interview uit 2013. Nou, sowieso, dat was een beetje in de dotcom-hype. En wij wilden heel graag een internetbedrijf, want dat was de manier om snel rijk te worden natuurlijk. Dus dat was onze voornaamste focus. En sowieso ondernemer worden, omdat we ook small business deden. Maar eigenlijk een van mijn compagnons, Bram Bosveld, die ging een baantje zoeken. En die ging naar studentenwerk.nl, het domein was vrij. En Hugo, die werkte bij een vacaturebank en die kon dus advertenties verkopen. Bram heeft een site gemaakt. Hugo deed de verkoop vanaf de zolderkamer van zijn moeder. En daar is de eerste studentenwerk ontstaan. En ik ben toen later aangehaakt toen we het fulltime gingen doen. Nou, we hebben een kantoor gehuurd in Hoofddorp. We hadden 9 maanden huurvrij, 9 maanden de tijd om geld te gaan verdienen. En toen hebben we eigenlijk ook het businessmodel veranderd. Want we zagen dat heel veel uitzendbureaus bij ons gingen adverteren om hun vacatures in te vullen. En toen dachten we, ja, daar zit er eigenlijk een schakel tussen. Ja, dan kan je dat gewoon zelf gaan aanbieden. Precies. En we hadden geen verstand van uitzenden. Dus we hebben het gewoon gedaan. En met vallen en opstaan is het ons gelukt. De rest is history. Inmiddels is Young Capital uitgegroeid tot een waanzinnig grote uitzendorganisatie. En hebben Rogier en zijn twee companen het geschopt tot multimiljonair. En zijn zij geslaagd ondernemer en investeerder inmiddels. Wil je het hele gesprek met Rogier terugkijken? Klik dan hierboven. Of kijk eerst deze video uit en kijk daarna in de beschrijving van deze video waar je alle linkjes ziet staan. De tweede ondernemer die absoluut niet in dit rijtje mag ontbreken is Pieter Zwart van Coolblue. In 2012 maakten wij een programma met 7DTV dat heette Business Crips, waarbij reporter Godfried de Vries op bezoek ging bij kantoren die op een toffe manier waren ingericht. En in die tijd was Coolblue vanuit een kleine kantoortje in Capelle net verhuisd naar het Wena tegenover het Centraal Station in Rotterdam, waar ze volgens mij 1 verdieping hadden gehuurd en die wel op een hele aparte manier hadden ingericht. We zijn in mijn studentenkamer, een van de 22 verwonderende vergaderkamers die we hebben in het nieuwe Coolblue hoofdkantoor. En inderdaad, ik sliep in mijn studententijd onder de Coca-Cola dekbed. Eigenlijk heeft 1 iemand bedacht dat het een eigenzinnig idee zou zijn om de studentenkamer waarin het ooit begonnen is na te bouwen. Weer een ander die kwam met, we willen de kooi van Bokito, de beroemde Rotterdamse silverback-aap, willen we nabouwen. Weer een ander, ongetwijfeld een Feyenoorder, zei, zou het niet gaaf zijn dat we konden vergaderen in de Kuip? En zodoende hebben we een heleboel hele gekke vergaderruimtes gebouwd. Toen wij nog studeerden, toen kwamen we heel vaak in Grand Café de Dijk. Jij deed bedrijfskunde in Rotterdam? Ja, Paul Bart ook. Ja. We kwamen samen om te praten, om te dromen over wat we wilden worden als we later groot waren, om het zo maar te zeggen. En er kwamen steeds vaker ondernemersplannetjes kwamen erbij. We zaten altijd op een beetje aan onze stamtafel, tafel 7. We hebben op een bepaald moment besloten van we gaan nu stoppen met lullen. We gaan het nu gewoon doen. Ik weet het echt nog goed dat we dat besluit namen. Toen we 10 jaar bestonden, ons bedrijf, toen heeft ons personeel is naar die kroeg toe gegaan en heeft die tafel gekocht, tafel 7. Het was ook echt dezelfde tafel, want ik herkende hem nog aan een brandvlek die ik nota bene zelf in had gemaakt. Nou, die staat nu dus in kantoor en natuurlijk is Grand Café de Dijk ook een van de verwonderende vergaderruimtes geworden.
Inmiddels heeft Coolblue het wel verder geschopt, denk ik, dan één verdieping. En zijn ze alleen nog maar door aan het groeien en aan het groeien. En zijn ze het schoolvoorbeeld geworden van een bedrijf waarbij nog steeds de klant en zijn glimlach centraal staat en het allerhoogste doel is. De derde ondernemer in deze video, Jitse Groen. Hij inmiddels CEO van JustEatTakeaway.com. Een waanzinnige carrière die deze man heeft gemaakt. En wederom collega-interviewer Karin Huslagen, die Jitse Groen eind 2012 interviewde in de studio. En het mooie aan het fragment wat ik laat zien is hoe de wereld veranderd is. Want kijk maar eens hoe Jitse in die tijd aankeek tegen winkels op zondag en tegen de mobiel. De winkels, niet overal meer, hè. Vroeger wel overal natuurlijk, maar de winkels zijn over het algemeen dicht op zondag. En dan kun je dus geen eten halen bij een supermarkt en dat is onze piekdag. Kijk, waarom zijn we heel erg groot geworden? Dat komt vooral omdat wij de consument van de telefoon naar het internet hebben gekregen. De eerste 2 jaar, klopt, hadden we geen kantoor, gebeurde het van echt een zolderkamer. Ik kan het bewijzen, ik heb een foto. Want jij hebt op een gegeven moment takeaway.com gekocht. Ja. Voor enkele tonnen, heb ik begrepen. Dat hebben we nooit bekendgemaakt, maar voor veel geld. Ja, dat klopt. Ik had heel graag pizza.com willen kopen, maar die kostte 1,6 miljoen, geloof ik. Dus uiteindelijk hebben we dat toch maar niet gedaan. Ik hoop dat je ons bedrijf binnen een paar jaar over de hele wereld tegen zult komen, in plaats van slechts in Europa. Ja, hoe de wereld inmiddels is veranderd. Ik hoop dat je het leuk vond om daar naar deze video te kijken. En wil je meer zien, abonneer je dan gerust op 7DTV. Hieronder vind je het knopje. Elke week publiceren we hier weer nieuwe interviews met de meest prachtige ondernemers van Nederland. Voor nu, dankjewel voor het kijken.